Erstmal, das Wort hat jetzt Frau Hennis-Plasschaert für 1 Minute 30. Dank u wel, voorzitter. Raad en commissie hebben aangegeven zich te beraden op sancties en maatregelen, en terecht. Het verrast me eerlijk gezegd dat er niet al op voorhand een plan van aanpak is opgesteld. De huidige situatie in Wit-Rusland is immers voor niemand een verrassing. Vele voorbeelden van mogelijke sancties en maatregelen zijn inmiddels de revue gepasseerd en die onderschrijf ik van harte. De uitbreiding van het visumverbod voor regeringsvertegenwoordigers bijvoorbeeld. Juist een soepel en lage prijs visumbeleid voor de gewone Wit-Russen. Het bevriezen van buitenlandse tegoeden. Het beter afstemmen van de Europese financiële programma's op de specifieke situatie in Wit-Rusland. En ga zo maar door. Wat echter naar mijn mening nog altijd onderbelicht blijft, is de rol van Rusland in dit verhaal. En collega Wiersma ging daar net al even op in. En belangrijker, de rol die de Unie in dit opzicht zou moeten spelen, zou kunnen spelen. Poetin feliciteerde, en ik herhaal het nog maar even, zonder blik of blozen, Lukashenko met zijn overwinning. Hiermee gaf hij aan simpelweg lak te hebben aan de voorlopige OVSE-conclusies. Poetin is ook de man die de economie van Wit-Rusland draaiende houdt aan de hand van goedkope grondstofleveranties. Wordt het niet eens tijd dat Raad en Commissie inzetten op een constructief gesprek met Poetin? De voorzitter van de Raad zei net dat hij ervan uitgaat dat dit in de contacten met Rusland naar voren wordt gebracht. Nobel, maar nog steeds onvoldoende. Het kan toch niet normaal gevonden worden dat Poetin zijn beleid met droge ogen voortzet en Lukashenko feliciteert, terwijl mensenrechten overduidelijk geschonden worden. Of dreigen we met een te heldere stellingname in conflict te komen met andere prioriteiten, zoals het veiligstellen van de Europese energiebevoorrading? Het zou me werkelijk een liefding waard zijn, dames en heren, als het eigen belang hier niet aan de haal gaat met de idealen waarop de EU is gebaseerd. Dank u wel.